Om Shanti, lieve allemaal. Ik wil het vandaag eens hebben over de invloed van karma op het karakter. Nu is het dus zo dat het woord karma is afgeleid van het Sanskriet woord kri. En kri betekent doen. Iedere daad is karma. Als filosofische vakterm duidt dit woord ook het resultaat van de handeling aan. En in metafysische zin verstaat men er soms onder de gevolgen waarvan onze daden in het verleden de oorzaak waren. Maar in karma yoga hebben we alleen te maken met het woord karma in de betekenis van werk. Het doel van de mensheid, zeggen de geschriften en de meesters, is kennis. Dit is het enige ideaal dat de Oosterse filosofie ons voorhoudt, dat niet het geluk, maar kennis het doel is van de mens. Aan de andere kant wordt er ook beschreven dat bijvoorbeeld de verplichtingen zijn van het gezinshoofd tegenover de kinderen. Bijvoorbeeld, een zoon, wordt er gezegd, moet tot zijn vierde jaar liefdevol worden gekoesterd. Tot zijn zestiende jaar moet hij worden onderwezen. Op zijn twintigste moet hij het een of andere werk doen. Hij moet door zijn vader liefdevol als gelijke worden behandeld. Op precies dezelfde wijze moet de dochter worden grootgebracht en ze moet met de grootste zorgvuldigheid worden onderwezen. En wanneer zij trouwt, moet haar vader haar juwelen en geld meegeven. Nu zijn er nog wat andere taken van een gezinshoofd. Hij heeft ook de plichten nog ten opzichte van zijn broers en zijn zussen, maar ook tegenover de kinderen van zijn broers en zussen. En als ze arm zijn, en als ze tegenover andere verwanten staan, ook zijn vrienden en bedienden. Verder heeft de gezinshoofd ook nog verplichtingen tegenover zijn dorpsgenoten, maar ook tegen de armen en ieder die zich tot hem wendt om hulp. Indien hij over voldoende middelen beschikt en het niet nodig vindt zijn verwanten of de armen te steunen, dan is hij niet meer dan een beest. Dan wordt er gezegd, dan heeft hij geen menselijke eigenschappen. Nou, dat is nogal wat, hè, als je dit hoort, ja. Er zijn nog wel wat andere taken die een gezinshoofd moet doen. Hij mag bijvoorbeeld geen eerbied aan boze mensen betonen. Want als hij slechte mensen eerbied betoont, werkt hij de slechtheid in de hand. En het is een grote fout als hij hen, die respect waard zijn, de goede mensen achterloos bejegent. Ook moet hij niet dweperig zijn in zijn vriendschap. Hij moet het er niet op aanleggen overal vrienden te maken. Hij moet de mensen met wie hij vriendschap wil sluiten gadeslaan in hun gedragingen en in hun omgang met andere mensen. Ook over hen na te denken en pas daarna vriendschap te sluiten. Dan zijn er nog drie dingen die een gezinshoofd ook niet mag. Hij mag zich niet in het openbaar roemen. Hij mag niet pochen op zijn eigen naam of op zijn bekwaamheden. Hij mag niet spreken over zijn rijkdommen of over iets dat hem vertrouwelijk is medegedeeld. Een man mag niet zeggen dat hij arm of rijk is. Hij mag ook niet bluffen op zijn rijkdom. Hij moet ook zijn oordeel voor zich houden, want dat is zijn godsdienstige plicht.
Dit is niet alleen wereldse wijsheid als iemand niet zo handelt. Als dat zo is, kan hem als een immoreel mens gezien worden. In de Karma Yoga wordt gezegd dat het gezinshoofd de basis vormt. De steunpilaar is van de hele maatschappij, omdat hij de belangrijkste kostwinner is. De armen, de zwakken, de kinderen en de vrouwen die niet werken, zij leven eigenlijk allemaal op de kosten van het gezinshoofd. Er moeten dus wel bepaalde plichten zijn die hij na te komen heeft. En deze plichten moeten hem het gevoel geven dat het vervullen ervan hem sterk maakt. En niet dat hij dingen doet die beneden zijn ideaal blijven. Daarom moet hij, als hij zwak geweest is of een fout heeft begaan, dit niet in het openbaar vertellen. En als hij bij een onderneming is betrokken en voorziet dat deze zal mislukken, moet hij er niet over spreken. Nou, er zijn zoveel regels over hoe een gezinshoofd in de Karma Yoga filosofie beschreven wordt, dat het toch wel pittig is. Maar soms is het ook goed om een raamwerk te hebben waarin je naar kan kijken, wat zeggen die meesters nou, wat zeggen die oude filosofieën nou, en moeten wij ons daar nog wel in deze tijd mee bezighouden. Er is een verhaal wat ik jullie voor wil lezen. Het gaat dus over een koning en een sannyasin, want er wordt ook verteld in de Karma Yoga, je kan of een gezinshoofd worden of een sannyasin, een gezinshoofd. Nou, dat heb ik net al uitgelegd, moet voor heel veel dingen zorgen. Een sannyasin is geen gezinshoofd. Die kiest voor het pad van onthechting, heeft geen gezin, geen geld, reist elke 3 dagen van de ene plek naar de andere en doet eigenlijk afstand van de wereld. Dus we moeten ervan overtuigd zijn dat dat 2 heel verschillende zaken zijn, maar de een is niet beter dan de ander. Nou, ik ga het verhaal eens voorlezen. Er was eens een koning die aan alle sannyasins die zijn koninkrijk bezochten placht te vragen: wie is er nu groter? Hij die de wereld verzaakt en sannyasin wordt, of hij die in de wereld leeft en zijn plichten als gezinshoofd vervult? Vele wijzen trachten het probleem op te lossen. Sommigen beweerden dat de sannyasin groter was. En dan verlangde de koning dat zij hun bewering zouden staven. Wanneer zij dit niet konden, beval de koning hij hun te trouwen en dat ze dan gezinshoofd moesten worden. En dan kwamen er weer anderen die zeiden: ja, het gezinshoofd, dat zijn plicht, die zijn plichten vervult, ja, die is groter dan het sannyasin. Ook van hen vroeg de koning bewijzen. Wanneer ze deze niet konden geven, gelastte hij ook hun zich als gezinshoofd te vestigen. Ten laatste kwam er een jonge sannyasin en de koning stelde ook hem zijn vraag. En de sannyasin antwoordde: ieder, o koning, is groot op zijn eigen plaats. Oké, bewijs me dat, sprak de koning. Ik zal het u bewijzen, zei de sannyasin, maar dan moet u eerst enige dagen meekomen om te leven zoals ik, omdat ik dan in staat ben u te bewijzen wat ik zeg. Nou, de koning stemde toe en volgde de sannyasin buiten zijn eigen land en door vele andere landen heen, totdat ze aan een groot koninkrijk kwamen. In de hoofdstad van dat koninkrijk was een grote plechtigheid gaande. De koning en de sannyasin hoorden tromgeroffel en
muziek en de stemmen van herauten en het volk was in feestkledij in de straten samengestroomd en er werd een lange proclamatie voorgelezen. De koning en de sanyasin bleven staan om te zien wat er aan de hand was. De heraut verkondigde met luide stem dat de prinses, de dochter van de koning van dat rijk, voornemens was een echtgenoot te kiezen uit de samengestelde menigte. Nu was het een oud gebruik in India dat prinsessen op deze wijze een echtgenoot kozen. En iedere prinses had haar eigen ideeën over de man die zij zich als echtgenoot wenste. De ene prinses wilde de mooiste man en de andere prinses wilde de geleerdste man of een derde de rijkste man. Alle prinsen uit de omtrek dorsten zich in hun feestelijke tooi en meldden zich bij haar aan. Soms hadden zij hun eigen herauten bij zich die hun kwaliteiten afriepen en de redenen waarom zij hoopten dat de prinses hen zou kiezen. De prinses zelf werd rondgedragen op een troon in haar prachtige gewaad en keek en luisterde. En als hetgeen zij hoorde en zag haar niet aanstond, zei ze tegen haar dragers: verder. En er werd geen notitie meer genomen van de afgedankte vrijers. Was de prinses echter ingenomen met een van hen, dan wierp ze een krans van bloemen om zijn hals. En dan werd hij haar echtgenoot. Nu gebeurde het dat een van deze belangwekkende plechtigheden juist plaatsvond ter ere van de prinses van dat land, waarheen onze koning en de sanyasin gekomen waren. Nou, zij was de mooiste prinses ter wereld en haar gemaal zou na de dood van haar vader heerser worden over het koninkrijk. En nu had deze prinses zich voorgenomen de mooiste man te trouwen. Maar ze kon er geen vinden die aan haar wensen voldeed. En verscheidene malen waren er reeds bijeenkomsten plaatsgevonden, maar de prinses kon geen keuze maken. Nou, deze laatste feestelijkheid was werkelijk de schitterendste van alle. En er waren meer deelnemers dan ooit tevoren. De prinses verscheen op het troon gezeten en de dragers droegen haar van de ene plaats naar de andere. En ze scheen voor niemand belangstelling te hebben en iedereen voelde zich teleurgesteld, omdat ook deze bijeenkomst een mislukking dreigde te worden. Juist op dat moment verscheen er een jonge man, een sanyasin, schoon alsof de zon zelf op aarde was neergedaald en bleef terzijde van de menigte te staan om te zien wat er gebeurde. De troon met de prinses naderde hem en zodra zij de schone sanyasin bemerkte, liet ze de drager stilhouden en wierp hem de krans om de schouders. De jonge sanyasin greep de krans en wierp ze van zich af, terwijl hij uitriep: wat is dit voor een onzin? Ik ben een sanyasin. Wat heb ik met een huwelijk te maken? De koning van het land dacht dat de man misschien arm was en daarom de prinses niet durfde te trouwen. En hij zei tot hem: mijn dochter krijgt mijn halve koninkrijk nu en het hele koninkrijk na mijn dood. En hij hing de sanyasin de krans weer om en opnieuw wierp de jonge man hem af en zei: onzin, ik wil niet trouwen. En hij verwijderde zich snel van de menigte. Nu had de prinses zo'n hevige liefde voor deze jonge man opgevat dat ze zei: ik moet met deze man trouwen. Of ik sterf. En ze ging hem achterna om hem terug te halen.
Toen sprak onze andere sanyasin, die de koning daarheen gebracht had, tot deze. Koning, laat ons deze twee volgen. Ze gingen dus achter hen aan, maar op een behoorlijke afstand. De jonge sanyasin, die geweigerd had met de prinses te trouwen, liep verscheidene mijlen het land in. Toen hij aan een bos kwam en daarin verdween, ging de prinses hem achterna en de twee anderen volgden hem. Nu kende deze jonge sanyasin dit bos met al zijn ingewikkelde paden zeer goed. Plotseling sloeg hij een pad in en verdween en de prinses kon hem niet meer vinden. Nadat zij lange tijd vergeefs gezocht had, ging ze onder een boom zitten en ze begon te huilen. Want ze wist de weg niet meer naar huis terug te vinden. Toen gingen onze koning en de andere sanyasin naar haar toe en zeiden, ach, prinses, ween niet. We zullen u wijzen hoe je weer uit dit bos moet komen, maar nu is het te donker om de weg te vinden. Hier staat een grote boom, laat ons daaronder rusten en morgenochtend vroeg zullen wij heen gaan en dan zullen wij u de weg wijzen. Nu woonde er een vogeltje met zijn wijfje en drie jongen in een nest in die boom. Het vogeltje keek omlaag en zag de drie mensen onder de boom zitten en zei tot zijn wijfje, liefie, wat zullen we doen? Er zijn gasten in ons huis gekomen en het is winter en we hebben geen vuur. Hij vloog weg en nam een stukje brandhout in zijn bek dat hij voor zijn gasten liet neervallen. Deze voegde er brandstof aan toe en maakte een vlammend vuur. Maar het vogeltje was nog niet voldaan en weer zei hij tegen zijn wijfje, liefje, wat moeten we doen? We hebben niets te eten voor deze mensen en ze hebben honger. Wij hebben een huishouden en het is onze plicht ieder die in ons huis komt te voeden. Ik moet doen wat ik kan. Ik zal hun mijn lichaam geven. Hij wierp zich in het vuur en het mannetje stierf. En de gasten zagen hem vallen en trachten hem te redden, maar hij was hen te vlug af. Toen het wijfje zag wat haar man deed, zei ze, ja, maar ze zijn met z'n drieën en hebben slechts één vogeltje om op te eten. Dat is niet genoeg. Ik ben als vrouw verplicht ervoor te zorgen dat de daad van mijn man niet te vergeefs is geweest. Laten ze mijn lichaam ook hebben. Toen liet zij zich in het vuur vallen en verbrandde. Toen de drie kleine vogeltjes zagen wat er gebeurd was en dat de drie gasten nog geen voedsel genoeg hadden, zeiden ze, ja, onze ouders hebben gedaan wat ze konden en toch is het niet genoeg. Wij zijn verplicht het werk van onze ouders voort te zetten. Laten wij ook onze lichamen geven. En ook de drie vogeltjes stortten zich in de vlammen. Ontsteld over wat zij gezien hadden, konden de drie mensen en natuurlijk niet toekomen de vogeltjes op te eten. Ze brachten de nacht door zonder voedsel en in de ochtend wezen de koning en de sanyasin de prinses de weg en ze keerde terug naar haar vader. Toen zei de sanyasin tot de koning, koning, ge hebt gezien dat ieder groot is op zijn eigen plaats. Indien gij in de wereld wil leven, wees dan als deze vogels. Ieder ogenblik bereid uzelf voor anderen op te offeren. En wilt gij de wereld verzaken? Wees dan als die jonge man voor wie de schoonste vrouw en een koninkrijk niets betekende. Wilt ge een gezinshoofd zijn? Offer uw leven dan voor het welzijn van anderen. En verkiest ge het leven van de wereldverzaking? Kijk dan niet naar schoonheid, geld en macht. Ieder is groot op zijn eigen plaats.
Maar de plicht van de een is niet de plicht van de ander. Om Shanti, Shanti, Shanti.